Vanaf dit weekend kan je in het Fakkeltheater van Antwerpen gaan kijken naar Krakers onder de kerstboom. Een vrolijke kerstcomedie voor de ganse familie. Met naast Sven de Ridder zelf ook Herman Verbrugge, Nicolien Hummel, Mieke Lauwrijs en Brik van Dijk. De kop is eraf vandaag, Krakers onder de kerstboom. Jouw tweede borreling zal ik dat noemen. Hoe voelt het? Geweldig. Het is plezant om een feestje op de scène te hebben. En als je dan ziet dat dat feestje zich vertaalt naar het publiek, dan kunnen we alleen maar gelukkige mensen zijn. 80s, 90s, het begint ook al met een knip naar Bingo, de film. Is het typisch iets voor jou? Ja, ik vind wel dat er die leuke verwijzingen die erin zitten, dat is altijd plezant voor de mensen. Mensen die de jaren 80 hebben meegemaakt, maar ook voor kinderen die het niet hebben meegemaakt. Die zoiets zien omdat hun ouders misschien in de jaren 80 kerstmis vierden. Een antwoordapparaat, dat is iets van de jaren 80, jaren 90. Dat bestaat niet meer. Hè. Dus, en dat was een cruciaal gegeven binnen ons stuk. Omdat we zeiden, van, ja, als we de gsm's uitschakelen en weglaten en het antwoordapparaat van dienst laten zijn, dan kun je een hele hoop dingen meemaken. Verwarringen en zo. Je speelde de diva, de streken met hem zal ik het maar noemen. Hij was te moeilijk om je in te leven? Nee, ja. Dat is echt erg om te zeggen. Ik ben helemaal niet zo, maar dat zijn meestal de leukste rollen om te spelen, hè, die dan heel ver van je afliggen. Helemaal in het begin van het repetitieproces was dat wel een stap om te zetten. Zo. Ik durf zo niet goed. Maar ene keer dat je dan gaat, wordt dat alleen maar plezanter. Hè? Jouw rol is weer de slungel van dienst. Je krijgt dus ook wat klappen op de scène, constant. Ja. Typisch voor Herman Verbrugge om die rol te krijgen? Of? Ik zou zeggen, eten is een specialiteit. Hè. En ik denk dat je... Ja, enerzijds snap ik hem ook wel, Sven, dat je mensen cast die misschien al ergens bewezen hebben dat ze binnen dat soort van karakters stand houden. Zo. Aan de andere kant is het voor mij een variatie op het thema. Hè. En een sterke man in comedy, die zijn er niet veel. Zo. Het zat eigenlijk heel fijn in elkaar. Het was heel ontspannend. Er zit een hele goede drive in. Het is voor mij en voor heel veel mensen denk ik het ideale kerstcadeau. Het was echt, ik moet een pluim voor de twee schrijvers, voor Brik en voor de Sven. Echt chapeau, ik heb hun eerste stuk niet gezien. Ik had dat ook wel eens willen zien. Ze hebben me echt verrast. Het is een frisse wind terug ook in comedy. Al gebruiken ze niks anders dan clichés. Ik zeg het gaat erover. Maar het werkt heel goed en ik ben ervan overtuigd. Hoe meer je dit stuk weer al gaat spelen, dan spreek ik voor de acteurs. Het gaat al langer hoe beter lopen en dat gaat nog ontzettend groeien.